Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werpen op Tomb Raider Legends The Board Game, uitgegeven door Square Enix. Het is een spel voor 3 tot 4 spelers waar je een 3 kwartier mee bezig bent. En in dit spel kruip je in de huid van een van de Tomb Raiders, een van de Lara Crofts, vanuit de verschillende games en ga je proberen het artefact te bemachtigen en dan naar de gold title te rennen. Degene die dat namelijk als eerste voor elkaar krijgt, wordt de winnaar. Onderwijl probeer je mede Tomb Raiders te pesten en te vertragen en kaart afhandig te maken, zodat jij er uiteindelijk met de overwinning vandoor gaat. Maar dat is iedereen aan het doen, dus daar komt een leuke strijd uit voort. Dus laten we maar eens een blik werpen wat er allemaal in de box zit. Wij krijgen de spelregels in het Engels, het regelboek zelf, niet ideaal. Het is een beetje rommelig waar bepaalde dingen op vreemde posities staan of overgaan van de ene pagina naar de andere pagina. Maar aan de andere kant, het is geen complex spel. De verschillende effecten staan nog een keer afzonderlijk uitgelegd, als mede de tegels. En nog een reference op de achterkant van alle kaarten en locaties. We krijgen voor elke speler een spelersbordje waarop zijn of haar Lara Croft afgebeeld staat, met de injuries, de experience counter en de kaarten die je gebruikt vanuit de verschillende videogames. We krijgen het centrum waaromheen wij de verschillende area tegels gaan plaatsen. En die hebben verschillende effecten en ook weer herkenbaar artwork. En we hebben zowel de basic area tiles als de climax tiles en natuurlijk de goal tile, waar het ons om te doen is, en de start. En dan hebben we een deck met kaarten waar de verschillende pesterijen en acties uit voortkomen, als mede de artifacts die daar tussendoor zitten. En een setje voor elke speler, inclusief een miniature Lara en een paar markertjes. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Elke speler kiest een Lara. Je krijgt het spelersbordje, de matchende kleur mini Lara die hier op de startlocatie begint. Je krijgt je actiekaarten. We krijgen een marker die aangeeft hoeveel injuries we hebben. En hoe meer injuries we hebben, hoe kleiner onze handsize. En we krijgen een experience marker die op 0 start. Willekeurig wijzen we een startspeler aan. Het bord wordt opgebouwd door in het begin deze schijf neer te leggen. En daar staan een aantal tegels voorgedrukt, dus de start, goal en climax tegel. Bij 1, 2, 3, 4 en 5 leg je willekeurig een area tegel. Bij de climax leg je willekeurig één van de climax tegels. Je zoekt de 3 artifact kaarten. Er zijn dummy artifacts, 2 stuks en een echt artifact. De replica's en de real one. Die schud je en je plaatst er willekeurig eentje op area 3, 4 en 5. De raidkaarten worden geschud en binnen handbereik gelegd. En dan zijn we klaar om te spelen. Het doel is om het artifact te vinden en vast te houden. En met het artifact op de goal tegel te komen. Degene die dat als eerste voor elkaar krijgt, wordt de winnaar van dit spel. Dus laten we maar eens wat tombs gaan raiden. Het wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 3 fases. Allereerst gaan alle spelers uit de kaarten in hun hand, de actiekaarten in hun hand, en 3 kiezen om te spelen. Die kaarten geven je verschillende mogelijkheden. Het pakken van extra kaarten, het bewegen, het stelen van kaarten, het verplaatsen enzovoort enzovoort en het genezen. Je kiest een aantal kaarten door ze gesloten op posities 1, 2 en 3 te leggen. Je gaat als het ware programmeren. De volgorde waarin je ze legt is ook de manier waarop ze afgaan. Oké, hoppata. Nou, elke speler doet dat, dus elke speler heeft op een gegeven moment 3 kaarten klaargelegd. En dan is is de eerste fase voorbij. En gaan we naar de tweede fase, en dat is het afhandelen van de kaarten. Beginnend met de startspeler en dan met de klok mee, zijn de spelers aan de beurt. En de startspeler opent gewoon kaart 1 en doet wat erop staat. Advance to the next tile and to reduce its threat by 1. Nou, wij draaien de volgende tegel open. Op zo'n tegel zie je onderaan het threat level. De donkere positie geeft aan waar de marker begint. Er staan effecten op die aan de binnenkomstzijde, dus aan deze kant staan, of bij de exitzijde staan vermeld. Soms aan beide kanten in dit geval. En op het moment dat je daar overheen loopt, gaat dit effect. Increase your experience by 2. Dus ik krijg er 2 experience bij. Nou, mijn rush zei dat ik de threat bij 1 mag verminderen, dus die gaat naar 6. En elke keer als je een threat level eraf haalt,
krijg je daarvoor evenveel experience. Dus ik krijg bijvoorbeeld 1 fret eraf, 1 experience erbij. Hier kan natuurlijk van alles en nog wat staan. Belangrijk, zolang er op een tegel een fret level is, mag je er niet vanaf naar de volgende. Dan moet deze eerste er vanaf gewerkt zijn, dan pas kunnen we doorgaan naar het volgende niveau. Degene die het er vanaf werkt, die krijgt de bonus die hier staat. In dit geval ga je gratis meteen naar het volgende niveau. En ook dat is nog even belangrijk. Op het moment dat je binnenkomt, dit effect is voor iedereen van kracht op het moment dat ze er overheen gaan. Het finish effect is alleen voor degene die het threat level eraf haalt. Er zijn kaarten waarmee je het threat level dus weer terug kan zetten. Nou, dan kan een andere speler het threat level er ook weer afhalen en dan ook deze bonus krijgen. Maar zolang het threat level is, mag je niet naar de volgende tegel. Dus daar moet je doorwerken. Nou, de andere spelers draaien kaart 1 open en draaien kaart 1 open, etc. Nou, dan gaan we allemaal kaart 2 open draaien. We doen wat erop staat. Sommige actiekaarten hebben een boost erop staan. Bijvoorbeeld de Explore kaart zegt, trek 1 raid kaart en als je een boost, krijg je er nog 2 kaarten bij. Boosten betekent dat je experience betaalt. 3 stuks om precies te zijn. Dus normaal gesproken, als ik mijn Explore open draai, pak ik 1 raid kaart. En daarnaast kan ik zeggen, ik boost hem, 1, 2, 3 experience eraf, om nog eens een keer 2 extra raid kaarten te pakken en aan mijn hand toe te voegen. Je hebt een handlimiet aan het einde van je beurt, dus als je je actie gedaan hebt, check je of je op of over je handlimiet zit dan moet je afleggen. Ik heb nu 6, maar als ik verwond raak, kan dat gereduceerd worden tot de 3. Het voordeel is, je kunt injuries krijgen, 1, 2 of 3. Maar als je eenmaal 3 injuries hebt, kun je niet meer injuries krijgen. Je hebt dan wel een hele kleine handlimiet en dat is erg beperkend. Maar doodgaan in dit spel is er gelukkig niet bij. De raidkaarten zelf geven aan over het algemeen wanneer je ze mag spelen. Gedurende je eigen beurt of nadat je een explore of rest actie hebt gedaan. Het staat er allemaal keurig op. En dan staat hier het effect. Sommige kaarten hebben nog een extra effect wat rood vermeld is. Dat verwijst altijd naar de artifact of de artifact replica's. Als jij een artifact replica hebt, in dit geval, mag je die afleggen naar de raid deck en schudden. En sommige kaarten zijn sterker als je het artifact in je hand hebt. Maar dan moet je altijd laten zien dat je het artifact hebt om die ability te kunnen triggeren. Maar er staan van allerlei leuke dingetjes in. Hier staat ook draw one raid card en degene die de artifact heeft, die moet hem laten zien. Over het algemeen is het goed te achterhalen wie het artifact heeft. Maar zo gaan we 1 voor 1 3 acties doen. Tussendoor kan ook iemand anders de startspeler worden. De actieronde wordt dan gewoon afgemaakt. Maar dan wordt in dit geval de 3e actie eerst bij Googly Eyes gedaan. En dan bij Rode Speler. En dan kom ik pas aan de beurt. Dus als die starting player wisselt, dan nadat de actie, huidige actieronde is afgemaakt, ga je de volgende actieronde beginnen bij de startspeler. Dus dat kan tussendoor ook mixen. En zodra we alle 3 onze acties gedaan hebben, dan gaan we naar de 3e fase van een beurt. Dat is het opruimen. De 3 actiekaarten die je gespeeld hebt, die gaan hier naar je exhausted. Die ben je de komende beurt kwijt. Die kun je niet weer inzetten. Daarna beginnend met de startspeler en met de klok mee, krijgt iedereen 1 actiekaart. En ook daarbij, als je daarna je limiet overschrijdt, moet je gelijk afleggen. Zodat je aan je handlimiet zit. En dan beginnen we de nieuwe ronde. We gaan weer acties plannen. In dit geval heb ik er nog maar 4 om uit te kiezen. Je legt ze weer 1 voor 1 neer in een volgorde waarvan jij denkt dat is logisch. En zo gaan we beginnen met startspeler actie 1 doen, actie 2 enzovoort. Met tussendoor de raidkaart om elkaar een beetje te pesten. Het doel is om op zoek te gaan naar het artifact. Degene die als eerste een tegel 3, 4 of 5 binnengaat, die krijgt deze kaart. En die krijgt dus te zien, heb ik een artifact replica te pakken of, uiteraard ligt hier, het echte artifact. Als jij in het bezit bent van het echte artifact, is jouw doel om vanuit deze kamer naar de goal te komen. De speler die dat voor elkaar krijgt, is degene die uiteindelijk het spel wint. En uiteraard wordt dat natuurlijk moeilijk gemaakt door verschillende kaarten, zoals de Steal en die Assault, waarbij je kaarten van elkaar afpakt en dan probeert dus snel dat artifact uit iemands hand te vissen, injuries te doen zodat de hand kleiner is en de kans dat je de juiste kaart pakt groter. En daarbij heb je natuurlijk toch de verschillende effecten van de raid kaarten zelf, die ook helpen met beter stelen of je beschermen tegen het stelen en elkaar pesten, terugzetten, etc. Maar degene die erin slaagt om met de artifact op de goal guard
kaart te komen. En deze goalkaart kun je ook alleen maar betreden als je hier staat. Deze is volledig, de threat is er volledig afgehaald. En je bezit de artifact, dan pas mag je hier naartoe. Dat zal altijd aan deze zijde op de climax kaart staan. En degene die dat voor elkaar krijgt, wordt de winnaar van Tomb Raider Legends, The Board Game. En zo wordt het spel gespeeld. Tomb Raider Legends, The Board Game, is een spel wat er aan de ene kant tof uitziet. Ik vind het gaaf dat ze de verschillende Tomb Raiders, de verschillende Lara Crofts uit het eerste spel, The Angel of Darkness, Legends, gecombineerd hebben met fraai artwork voor de verschillende areas, allerlei verschillende effecten, raidkaarten waar ook weer het artwork, klassiek artwork, terugkomt uit de verschillende games en dat gecombineerd hebt tot een spel wat er fraai uitziet. Het principe van het spel is een race waarbij je met programmeerkaarten probeert zo snel mogelijk van A naar B te komen en ondertussen maak je dankbaar gebruik van de raidkaarten die vol zitten met allerlei manieren om elkaar te pesten, verwondingen doen, terugzetten, stelen, roven, je beschermen, noem het maar op. En dat maakt het spel in mijn ogen aan de ene kant een soort verrijkt ganzenbord, waarbij de willekeurfactor vrij heftig is. Het spel draait echt om aan de ene kant je tegenstanders zoveel mogelijk dwars te zitten, dus kaart uit hun handen halen, threat levels weer terugzetten op het moment dat zij een tegel binnengaan, net nadat jij het geschoond hebt, of zelfs een hele tegel terugduwen, injuries bezorgen, zodat hun handlimiet kleiner wordt, en natuurlijk uiteindelijk die artefact uit hun handen roven. En daar kun je een beetje invloed op uitoefenen, doordat je natuurlijk programmeert en elke keer de drie kaarten die je gebruikt kwijtraakt voor één ronde en de volgende ronde pas weer terugkrijgt. Dus als je weet dat iemand zijn steal en zijn assault heeft afgelegd, nou, zal hij deze ronde je niet kunnen bestelen of assaults gebruiken. Maar ook daar zijn soms weer kaarten voor die dat dan laten ruilen. Dus niks is heilig in dit spel. En dat principe is op zich grappig en werkt prima, maar je moet wel houden van dat soort pestelementen en de enorme geluksfactor die daar ook bij om de hoek komt kijken. En dat alles maakt dit spel, en ik ben een groot fan van Tomb Raider, mochten jullie het niet weten. Naast de camera staat een life-sized Lara Croft. Zij is mijn mascotte hier op de spellenzolder als het ware. Maar eerlijkheid gebiedt dat dit gewoon niet zo'n heel erg goed spel is. De mechanismen op zichzelf werken prima, het programmeren en de kaartjes. Maar ja, je moet hier niet te veel verwachten van een diepgaand strategisch spel. Het ziet er vooral leuk uit met een stukje nostalgie als je houdt van de games. De mechanismen op zich werken prima, maar het feit of je de winst of niet naar binnen weet te halen ligt voor een zeer grote mate in de handen van vrouwen Fortuna. Daarbij moet je ook nog een keer accepteren dat je soms massaal gepest kan worden door je medespelers, kaal geplukt en geïnjured achtergelaten kan worden zonder dat je daar iets tegen kan doen. En dat is Tomb Raider Legends, The Board Game. Dus met een kleine nostalgische snik omtrent het artwork en de vormgeving die bij mij herinneringen van veel uren plezier terugbrengen, moet ik toch erkennen dat het niet zo'n goed spel is. En daarom ook een 4 krijgt. Spellen Zolder.